Vlaams parlementslid Grete Remen is komen bijzetten aan tafel in onze studio. Welkom, mevrouw Remen. Ja, 240.000 ton voedsel per jaar dat Vlaanderen in de vuilbak gooit, letterlijk. Ja. Dat is een groot getal en nog veel groter dan dat u gedacht had. Ja, het is een enorm getal. Wij zijn eigenlijk koploper in Europa aan ongebruikt en goed voedsel dat we zomaar in de vuilbak kieperen. Het gaat om bijna 90 kilo per kop per jaar. Het gaat om, ja, zoals u zegt, de cijfers zijn ongelooflijk. Het doet mij bijna pijn in het hart dat we zoveel eten wegkappen. En ja, er moeten dringend maatregelen genomen worden. Ja, ja. Natuurlijk vanuit ethisch en economisch ook, duurzaam standpunt, ja, is dat natuurlijk een... Is dat ook, hè? De CO2-uitstoot, ja, economisch enorm, hè? De overproducties, hè? Het wordt allemaal maar in stand gehouden. Ja, dan die red race naar goedkoop eten, maar misschien dat we het daar dadelijk wel over gaan hebben. Hè? Ja. De vraag is natuurlijk wat u als politicus daar kan aan doen. Hè? Hoe kan u de mensen sensibiliseren om, ja, daar attenter op te zijn? Ik denk het, hè. We zitten met allen een verantwoordelijkheid. Iedereen moet een tandje bijsteken, zowel de consument, de retailer, de producent, maar ook wij als politici. Hè? En ik vind de huidige maatregelen van de Vlaamse regering zijn nobel, zijn goed, maar het werkt meer op sensibilisering naar de consument toe. En ik zou wel graag meer structurele maatregelen zien om daar verbetering in te brengen. En ik weet, we zitten ook met ons Vlaams niveau, maar waarom geen overleg plegen met de federale collega's en op Europees vlak een aantal maatregelen op tafel leggen? Zoals bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de verlenging van de houdbaarheidsdatum van een aantal producten. Er is een studie in Nederland die heeft bewezen dat als je de houdbaarheidsdatum op sommige producten afschaft of verlengt, dat dit direct een verbetering zou zijn van 15% minder voedselverspilling. Ziet, er zijn maatregelen, ze liggen niet echt op Vlaams niveau, maar ik heb nu ook aan de minister gevraagd van, ziet, overleg met uw Nederlandse collega. Nederland is ook een van de koplopers samen met Vlaanderen in verspilling van eten in Europa. Dus Frankrijk bijvoorbeeld heeft een voedingswet, een landbouwwet, die dan ook de goedkope prijzen in de supermarkt aan banden legt. Nu goed, we kunnen niet op prijzen inbreken, maar je kan wel, zoals Frankrijk doet bijvoorbeeld, de 1+1 op de voeding verbieden. Of de norm gratis, wat in de voeding wordt aangeboden in de supermarkt, om de klanten maar te lokken, om dat aan banden te leggen. Want dit werkt allemaal voedselverspilling in de hand. De consument heeft zijn verantwoordelijkheid, maar ook wij, ook de retail, de producent. Dus het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, nu blijkt uit die cijfers of uit die studie dat 14% van wat we weggooien is koffie en thee. Ja. Mensen zetten koffie in een koffiezet, blijkt er dan te veel te zijn, die verdwijnt dan in de riolering. Ja. Blijkt dat veel van die verspilling te maken heeft met slechte planning en slecht inzicht van de gezinnen, consumenten. Ja. Hoe kunnen we dat bijsturen? Ja, dat moet zeker bijgestuurd worden. En daarom kom ik op de waarde van het voedsel. Dat eigenlijk de prijs die we betalen, is niet de waarde die we eraan besteden. En daarom werkt je ook verspilling in de hand bij die consument. Hè. We zien ook in de supermarkt dat alsmaar goedkoop voedsel, hè, zoals de Test-Aankoop heeft nu weer een retail-winnaarslijst bekendgemaakt van de goedkoopste prijzen. Ik denk dat we dit stadium nu wel voorbij zijn. Want dit komt niet de consument ten goede, niet de retailer, niet de overheid, niet de samenleving. Dus, maar hoor ik u pleiten voor hogere prijzen? Niet voor hogere prijzen, maar we moeten de consument sensibiliseren, heb ik nu ook net aan de minister gevraagd, om de waarde van een product en van het voedsel beter in te schatten. En we zitten nu met een red race naar het goedkoop. Dat betekent eenheidsworst, dat betekent overproductie, dat betekent kwaliteit. Dus weet je, elk product heeft zijn prijs, maar we moeten daar de juiste waarde aan toekennen. En dat wordt niet genoeg benadrukt. Ook niet vanuit het beleid. Dat heb ik nu ook net aan de minister gevraagd om daar meer sensibiliseringsacties op te zetten. Ja, nu ze leek niet onmiddellijk bereid om in te gaan op die afschaffing van die houdbaarheidsdatum. Want ze zei, ja, maar dat is een Europees verhaal, ja, ik kan daar niet veel aan doen. Ja, maar daarom heb ik haar ook nog gevraagd, nog eens de derde keer al in de commissie, pleeg overleg met de federale collega's, pleeg overleg met uw Nederlandse collega's, om daar eigenlijk een duidelijk Benelux-standpunt van te maken en het op Europese tafel te leggen. Want dadelijk heb je resultaat, hè? Want het sleurt veel te lang aan, het duurt te lang. En ik vind het niet goed. Vanuit milieu-oogpunt, vanuit economisch oogpunt. Nee, ik vind het echt een beetje een schandvlek op onze samenleving. Omdat, nee, we moeten daar echt vanuit het beleid duidelijke regels, wetten en dan natuurlijk ook bijkomende sensibilisering aan verbinden om dit probleem werkelijk op te lossen. Ja, ja. Maar naast uw politiek leven bent u zelf ook ondernemer en de voedingsindustrie. Klopt, ja. Dan zou verwachten dat u voor meer winstmarges en meer omzet zou gaan. En dat u zou zeggen, die prijzen moeten eigenlijk wel geoptimaliseerd worden. Moeten ook, maar er moet ook iedereen moet aan leefbare marges kunnen werken. En dat is op dit moment niet. Maar als ik dan terugkom op die overproducties, ook in de supermarkten, er zit ook een overaanbod van supermarkten in Vlaanderen, in België. Dus er is echt een prijzenoorlog tussen die supermarkten. Ik kom soms bij winkels waar ik hoor dat ze per week 16 voedingscontainers ongebruikt voedsel moeten weggooien. Nu, daar zal ook veel verse voeding, maar dat is toch meer verantwoord in deze wereld waar mensen nog omkomen van de honger. Hè? Kijk maar naar Jemen, het is misschien een beetje ver van ons bed, maar allee, het is toch, we moeten toch in eigen boezem kijken en hier dringend iets aan veranderen. En daarom heb ik een aantal maatregelen aan minister Schauvliege voorgesteld. Ik hoop dat ze er rekening mee gaat houden. Ja, dat is maar zeker iets wat zowel nu als in de komende legislatuur verder moet opgevolgd worden. Ik denk het ook. Ik ga nu de steen verleggen voor hopelijk in de komende legislatuur toch wel daadwerkelijke acties te kunnen ondernemen om dit te voorkomen en op te lossen. Dat is duidelijk. Bedankt, Grete Remen. Graag gedaan. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.